Dag allemaal, ik ben Caroline en ik heet jullie van harte welkom op dit webinar van SD Works. In dit korte webinar ga ik met jullie even door het sectorakkoord 2019-2020 in paritair comité 111.01. Ik ga met jullie de belangrijkste krachtlijnen overlopen en zien waar er bepaalde wijzigingen hebben plaatsgevonden en die eventueel een implicatie kunnen hebben op jou binnen jouw onderneming. Als eerste punt wordt er natuurlijk iets bepaald rond de koopkrachtverhoging met maximum 1,1%. En de loopbaan is ook een topic in het sectorakkoord. En ook de work-life balance. Qua opleidingsinitiatieven wordt er ook iets nieuw bepaald in dit sectorakkoord. En tot slot zegt men ook iets over de arbeidsduur en de referteperiode meer bepaald. De koopkrachtverhoging met 1,1%. Wat zegt men hierover in het sectorakkoord? Er is de mogelijkheid om vanaf 1 juli 2019 de loonmarge van 1,1% op een bedrijfsspecifieke manier te gaan invullen. En dat doet men door het toekennen van een ondernemingsenveloppe die dan moet onderhandeld worden binnen de onderneming. Die onderhandelingsprocedure die is verschillend naar gelang de onderneming een vakbondsafvaardiging heeft of niet. En men raadt ook aan om zoveel mogelijk de verschillen tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Of toch geen nieuwe verschillen in het leven te roepen. Is er geen akkoord gesloten binnen de onderneming op 30 september 2019, dan gaan de effectief uitbetaalde bruto uurlonen vanaf 1 juli 2019 sowieso stijgen met 1,1%. Daarnaast zegt men ook nog dat de nationale en de sectorale minimumuurlonen met 1,1% na indexatie gaan worden verhoogd vanaf 1 juli 2019. Op het gebied van de einde loopbaan gaat men de bestaande stelsels van het brugpensioen, het SWT zoals dat nu heet, verlengen vanaf 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021. Wat houdt dat dan specifiek in? Voor de zware beroepen in het zogenaamde generieke stelsel blijft de leeftijd op 59 jaar met een beroepsloopbaan van 35 jaar. In het specifieke stelsel leeftijd 59 jaar en loopbaanvoorwaarden 33 jaar. En voor de lange loopbanen ligt de loopbaanvoorwaarde op 40 jaar en de leeftijd op 59 jaar. Wat de work-life betreft voor 2019-2020 maakt men opnieuw de sectorale afspraak dat voor een 1/5 landingsbaan, dus het schorsen van de arbeidsprestaties voor één dag per week, dat de leeftijd daar op 55 jaar komt te liggen. Voor een halftijdse schorsing van de arbeidsprestaties ligt de leeftijd op 57 jaar. En er is ook zoiets in de sector als een landingsbaan zonder uitkering vanaf 50 jaar met een loopbaan van 28 jaar. Daar maakt men ook nog eens melding van. Ik geef jullie ook nog mee dat voor het gemotiveerd tijdskrediet voltijds en halftijds in 2019-2020 voor het zorgmotief de maximale, het maximale potje op 51 maanden wordt bepaald in deze sectorale CAO. Opleiding dan, dat is iets wat er is gekomen met de wet Wendbaar Werkbaar Werk. Heeft men aangemoedigd aan de sectoren en aan de ondernemingen om daar initiatieven in te nemen. En in deze sector zegt men van vanaf 2020 zouden er gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar per voltijdsequivalent moeten aangeboden worden. 2019... Daar is er een individueel opleidingsrecht van 8 uren. Die gaan nu worden opgetrokken naar 16 uren vanaf 2020 per kalenderjaar. En men geeft ook nog mee dat opleidingen die ondersteund worden door sectorale opleidingsfondsen, dat die worden uitgesloten van de toepassing van het scholingsbeding. Arbeidsduur tot slot. Wat zegt men daarover? Momenteel was er of er was tot voor kort een referteperiode voor de opname van de inhaalrust van 3 maanden. Wel, deze referteperiode gaat men verlengen tot 12 maanden. Dus men gaat dat annualiseren. De referteperiode voor de inhaalrust van zondagsarbeid gaat men optrekken naar 13 weken. Dus binnen die periode moet de inhaalrust voor zondagsarbeid worden ingehaald. Ziezo, dit waren de belangrijkste wijzigingen in het sectorakkoord 2019-2020 in paritair comité 111.01.
11.01. Ik hoop dat het voor wat verduidelijking heeft gezorgd en ik wens jullie nog veel succes toe.